Uitgeprocedeerd, dat is de nieuwe voorstelling van het Gentse theater Desillusie. Het is een reizende schoolvoorstelling die de problematiek van mensen zonder papieren wil aankaarten bij jongeren. De première vond gisteren plaats in Theater Tinnepot in Gent. How much? $5,000. How much? You heard me, $5,000. But they've told me it was $3,000 to come with your ship. That was yesterday. Today price is $5,000 or you stay. Uitgeprocedeerd is het verhaal van Kirian die het totalitaire regime in zijn thuisland ontvlucht en als verstekeling op een schip in Antwerpen terechtkomt. Waar hij meteen kennis maakt met de barre realiteit van het leven van een mens zonder papieren. Hij moet ook overleven, dus wat gaat hij doen? Hij gaat illegaal gaan in het zwart werk, in de bouw. Hij komt terecht bij een huisjesmelker, omdat hij onderdak moet hebben, wil niet in een kraakpand slapen. Enfin, hij komt heel veel tegenslagen tegen, eigenlijk gewoon omdat hij absoluut aan geen papieren geraakt. De hele godganse dag zit ik hier met die vreemde luzen in mijn bureau, de ene makak op Brunder of een ander, en geen één die Vlaams spreekt. Een schrijnend herkenbaar en intussen bijna klassiek verhaal. De makers beweren niet dat ze oplossingen op zak hebben voor de migratieproblematiek. Ze hopen alleen dat de voorstelling een discussie losweekt. Een situatie te laten zien waarna ze in de klas dan er eigenlijk met die materie aan de slag kunnen van wat zou er kunnen gebeuren, zijn er instanties die andere dingen kunnen doen, politiek, noem maar op. Desillusie wil met uitgeprocedeerd langs Vlaamse middelbare scholen trekken. De voorstelling is bedoeld voor tweede en derde graadsleerlingen.